Hey, my lovelies, my beauties. Ik had vanmorgen een post gemaakt voor Instagram. En daar ging het over dat in liefde dat je eigenlijk nooit te laat kan zijn. En ik was daar net bezig aan het schrijven aan mijn groepstraject, die op 8 april start. Toen ik me bedacht dat eigenlijk het thema liefhebben zonder afhankelijkheid wel. Dat er eigenlijk wel iets meer mag over gezegd worden, over gedeeld worden. Dus daarom dat ik dan eerst even de tijd genomen heb om deze video op te nemen. Want liefhebben zonder afhankelijkheid, is dat eigenlijk wel mogelijk? Kunnen we iemand liefhebben zonder er afhankelijk van te worden? En ik moet zeggen, ja, het is zeker mogelijk. Want het is uiteindelijk een nieuwe vorm van liefde die we allemaal aan het leren zijn. Want liefhebben zonder afhankelijkheid is eigenlijk hoe dat onvoorwaardelijke liefde werkt. En dat is de universele energie die voor iedereen beschikbaar is op aarde. Of dat je nu in een partnerrelatie bent of niet, het is voor iedereen beschikbaar. Nu, wanneer je de thema's van relaties en liefde gaat bekijken, dan ga je zien dat er heel veel onduidelijkheden en heel veel moeilijkheden zijn. En als je googelt op YouTube of gewoon googelt in het algemeen, op liefde en relaties ga je ook heel veel thema's er rond vinden, heel veel coaches die daar rond werken. Maar tegelijkertijd, door het feit dat er zoveel verschillende standpunten zijn en zoveel verschillende meningen zijn, maakt dat ons ook heel verward. Waardoor dat we eigenlijk liever ons hart gaan afsluiten. Want op dat moment zijn we toch zeker dat we niet gekwetst gaan worden, denken we. Natuurlijk, als je hart sluit, kan die onvoorwaardelijke liefde niet in je leven stromen. Kan die onvoorwaardelijke liefde niet door je systeem, door je energie gaan stromen. Dus, als er iets is die duidelijker mag zijn, dan is het wel dat enerzijds liefde niet kwetst, maar wel de voorwaarden en verwachtingen die we stellen ten aanzien van onszelf, ten aanzien van de relatie, ten aanzien van de anderen, ten aanzien van hoe dat het allemaal zou moeten zijn. En begrijp me niet verkeerd, verwachtingen op zich zijn niet slecht. Want als je het loskoppelt, verwachtingen los van relaties, dan zijn het net ook verwachtingen en verlangens die ervoor zorgen dat we onze wensen laten uitkomen. Het is door dat diepe verlangen, die diepe behoefte dat we hebben om iets te ervaren, dat we ervoor zorgen dat we het gaan manifesteren. Maar het gaat veel meer over het onthechten van de nood aan uiterlijke personen, uiterlijke omstandigheden om geluk te ervaren. Dus eigenlijk allemaal zaken die buiten jezelf zijn, dat je daar nood aan hebt om geluk in jezelf te ervaren. Nu, je zal met mij eens zijn, als er iets is dat, waar je zeker van bent, dan is dat dingen constant voortdurend veranderen. Maar waarom? Om je ook jou meer dingen te brengen, om je meer ervaringen te brengen en dus ook om je meer te brengen van waar je van houdt. En als je dan op een punt zit waar je eigenlijk alles tegenhoudt door krampachtig vast te houden aan hetgeen wat je al hebt of hetgeen wat je al kent, dan kan het leven, dan kan het universum jou niets meer brengen dan hetgeen wat je hebt en hetgeen wat je wilt. En zou je eigenlijk altijd maar constant voortdurend hetzelfde ervaren. Zo werkt het universum. Een andere verwachting die we vaak hebben is met betrekking tot tijd. Maar er bestaat niet zoiets als te laat en zeker niet als het op liefde aankomt. Want ware liefde ontstaat tussen zielen. Niet tussen ego's, niet tussen fysieke personen. Oké, uiteindelijk wel, maar in de basis ontstaat het tussen zielen. En zielen zijn oneindig. Wat dat betekent dat de liefde die tussen die zielen is, ook oneindig is. Wat dat dan maakt, dat ware liefde eigenlijk op tijd in je leven komt. Namelijk, wanneer je er echt klaar voor bent om die diepe liefde, die diepe connectie te gaan ervaren en toe te laten. Want het zet natuurlijk heel veel andere zaken in gang, waardoor je eigenlijk met jezelf moet aan de slag gaan. En dus het is enkel het ego die zich laat beperken en die zich laat sturen door tijd en ruimte. Nu, als tweelingvlam mocht ik reeds ervaren dat er zoveel beperkende ideeën zijn over hoe liefde moet gaan. Over hoe dat iemand zich moet gedragen en om te weten of dat iemand betrouwbaar is, bijvoorbeeld. Om hoeveel keer dat iemand een bericht moet sturen of welke woorden dat ze moeten gebruiken. Laat je daar niet door leiden, want de vraag is dat wel allemaal zo? En kloppen die al die quotes die je leest op sociale media of dat je ziet in, op YouTube-video's, klopt dat allemaal wel? Want tenslotte zijn ze slechts ook gemaakt door iemand die hoogst waarschijnlijk ook werd geraakt door een beperkende vorm van liefde. Dus laat je niet vastzetten door de waarheid van iemand anders.
Volg je eigen intuïtie en volg je eigen waarheid. En al de zaken die jij voelt in jezelf en dat je voelt, ideeën, inzichten die je hebt, volg die, want dat zijn degenen die het beste bij jou passen. Nu, het probleem van afhankelijkheid gaat vooral dus over het feit dat we onze innerlijke gemoedstoestand laten bepalen door uiterlijke omstandigheden, door uiterlijke personen of uiterlijke situaties zelfs. Bijvoorbeeld een post die je ziet op Instagram of Facebook of ergens anders, waardoor je weer gaat gaan twijfelen. Of een reading die je ziet over iemand, of die gekoppeld is aan je horoscoop en waardoor je weer gaat gaan twijfelen. Laat je daar niet door vastzetten. Dat zijn algemene readingen ten eerste. En ten tweede, het is niet omdat dat zo gezegd wordt, dat dat ook automatisch jouw waarheid is, dat dat ook klopt. En dus het belangrijkste is om je daar niet meer door te laten leiden. Want op dat punt, dan kan je eigenlijk gaan geven zonder de verwachting iets terug te krijgen. Je laat eigenlijk iedereen zijn wie ze zijn. En je laat daardoor energie gewoon vrijelijk stromen. Je laat de liefde, wat energie is, gewoon vrijelijk stromen. Geen verwachtingen van anderen, dus hecht je aan je eigen bron, aan je eigen essentie, aan je eigen energie. En op dat moment kan je een bron van liefde zijn voor anderen, wat dat automatisch het universum ervoor zal zorgen dat de liefde zich ook weer gaat uitspiegelen in jouw leven via die uiterlijke omstandigheden. Maar dat mag niet de bron en de basis zijn van de liefde die je voelt. En op dat punt geef je dan eigenlijk iedereen de vrijheid om gewoon zichzelf te zijn. Dan verwacht je niet meer van de ander dat hij of zij jou gelukkig maakt. Want je bent al gelukkig met jezelf. Je bent al gelukkig op jezelf. Want liefde die vrijelijk wordt gegeven en ontvangen, zonder dat er een bepaalde vorm of voorwaarden aan koppelen, is heel krachtig. Want dat is die onvoorwaardelijke liefde. En tenslotte is net dat hetgene waar we allemaal diep naar verlangen. Het ervaren van een diepe, uitzonderlijke liefde die onvoorwaardelijk is. En het ervaren daarvan heelt natuurlijk heel veel zaken in onszelf, heel veel schaduwen. En het is, het geeft zoveel vrijheid om gewoon te mogen zijn wie je werkelijk bent. Met alle ups en flows die te maken hebben en die in jouw leven komen. Maar besef ook dat dat niet hoeft enkel alleen maar te zijn tussen geliefden. Dat kan je met alles en iedereen ervaren, zelfs met je huisdieren. En dat misschien ga je nog in eerste instantie het makkelijkst ervaren, omdat huisdieren inderdaad heel onvoorwaardelijk die liefde geven. Want tenslotte is onvoorwaardelijke liefde ook de enige waarheid hier op aarde. Dat is de enige werkelijke energie hier op aarde, in het universum zelfs. Nu, tweelingvlammen. Je weet dat of je weet dat niet, maar zijn hier onder andere ook om hele huisjes omver te duwen. Om oude patronen, oude waarheden omver te duwen. En dat is dus hetgeen wat ik ook doe, ook nu in deze video. Jou en de wereld tonen dat liefde en relaties anders mogen gaan verlopen. Natuurlijk, de enige weg daarvoor is door aan je eigen schaduwen te werken. Door naar binnen te gaan. Door de emoties te leren begrijpen. Waarom? Omdat net dat, onze eigen ballast, altijd hetgeen is die voor problemen en voor misverstanden en obstakels zorgen in een relatie of een connectie. Of wat er nu met je tweelingvlam is, of met een soulmate, maakt niet uit. Of zelfs met een vriend of een vriendin, of met je ouders of met je kinderen. Het gaat altijd om die ballast dat we zelf hebben, onze eigen trauma's, onze eigen wonden, die ervoor zorgen dat er heel veel problemen en frustraties ontstaan. Dus stem je af op je eigen bron en laat dan alles door je heen stromen. Geef liefde aan wat er voorbij komt. Geef liefde aan dat wat je aandacht trekt. Net zoals ik nu net gedaan had. Mijn aandacht werd getrokken naar dit thema om nu deze video te maken en te delen met jullie. Wel, dan ga ik mee in die flow en dan laat ik dat ontstaan. Nu, mocht je dat willen leren, hoe dat je eigenlijk op een moeiteloze manier dat ook kan gaan doen, net zoals ik dat doe, dan nodig ik je uit om mijn boek 96 Vlammen te lezen. Ik ga het er even bij nemen. Dat is mijn boek. Is gisteren verschenen. Ik ben er best wel trots op. Heb ik 2 jaar aan gewerkt. Maar daar gaat deze video natuurlijk niet over. Maar in het boek vertel ik je namelijk hoe dat je liefde kan manifesteren in je leven via je eigen essentie. En dat is eigenlijk ook een beetje het stukje wat ik daarnet verteld heb. Door aan jezelf te werken, zorg je ervoor dat je zuiverder en zuiverder wordt, waardoor dat eigenlijk die onvoorwaardelijke liefde gewoon als een weerspiegeling gaat verschijnen in jouw leven. Of als je er helemaal klaar voor bent, dan kan je natuurlijk er helemaal in vliegen en kan je meedoen aan het groepstraject Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. En dat is ook verbonden met die onvoorwaardelijke liefde.
En dat, daar leer je nog verder, niet samen met een boek natuurlijk, want een boek maakt ook een onderdeel uit van dat groepstraject, maar leer je verder om die universele vlam te gebruiken voor je diepste transformaties en voor je eigen healing. En dus eigenlijk ook voor je vrijheid, je geluk, je innerlijke rust, de liefde van je leven aan te trekken, welvaart, rijkdom, alles wat je maar wenst en verlangt. Dus ik zou zeggen, laat de inzichten van vandaag bezinken. En kies dan welk leven dat jij wilt leren. Wat wil jij ervaren? Wat zijn die verlangens en de wensen die je wil gaan najagen? En dan hoor ik het jou graag. Zet het gerust in de comments. Ik vind het altijd heel leuk wanneer mensen reageren en dingen delen. Want dat brengt mij opnieuw weer nieuwe inspiratie om weer verder te gaan. Zo, dat was voor vandaag. Een onvoorwaardelijke liefde voor jou. En dan hoop ik jou binnenkort te mogen ontmoeten. Dag!